Geconcentreerd gaan ze te werk, deze kinderen van groep 6. Ik ben een kerstkaart aan het maken. Je trekt je hand over en dan is je hand dus de bladeren van de kerstboom. En dan schrijf je bijvoorbeeld op Merry Christmas en Happy New Year. Nou, we doen het zodat de mensen uit dat verzorgingshuis gelukkig zijn bij kerst. Basisschool Het Mozaïek besloot in actie te komen na een oproep van het Nationaal Ouderenfonds. Veel mensen zijn eenzaam met kerst of mensen in een verzorgingshuis bijvoorbeeld, die kunnen de feestdagen misschien niet doorbrengen met hun geliefden of met hun familie. En door deze kerstkaarten willen wij ze eigenlijk dat fijne kerstgevoel geven. Iedereen moet vrolijk zijn op kerst, want kerst betekent ook wel vrede op aarde. En daarom doen wij iets leuks voor hun, om het toch nog gezellig te maken. Als alle kaarten klaar zijn, is het tijd om de gladheid te trotseren. Op naar de ouderen. En de bewoners zijn zichtbaar blij met dit verrassingsbezoek. We worden hier ontroerd van. Weten jullie wat dat is? Ontroerd worden? Ja. Maar ga niet huilen, want daar zijn we veel te blij voor. De energie van die kinderen doet je goed. Ik vind het ontzettend fijn dat jullie aan ons denken en die mooie dingen voor ons maken. We gaan het in de kerstboom hangen, denk ik. Merry Christmas, wauw, met Engels en een Happy New Year. Leuk hoor.